Stichting Hulplijn Dordt heeft sinds kort de speciale Hulplijn Challenge, waarin Dordtenaren worden uitgedaagd om een hulpvraag van hun buurtgenoot op te pakken. Ook Franciske van Vught van het CDA doet mee aan de challenge. En wat ik begrepen heb, is dat het heel erg uiteenlopend. Het kan zijn, net als wat we nu doen, een gezellig uitje, ergens koffie drinken. Of je kunt samen naar de winkel. Maar het kan ook zijn dat er in huis iets moet gebeuren, een klus. Of dat in de tuin de stoeptegels even rechtgelegd moeten. Vandaag is Franciske op stap met Nelly van der Hoek. Ze is vaak eenzaam, dus besloot ze de Dordtse hulplijn in te schakelen. Iemand had mij gezegd van, je kunt ook hulp vragen als je soms ergens naartoe wilt. Ik zei, ja, maar dat is ook wel moeilijk. Maar ik ga wel eens kijken. En toen kwam ik toevallig ook die hulpdienst tegen. Net een telefoonnummer. Ik denk, nou ja, dat schrijf ik gelijk op. En dan duurt het toch nog wel heel even om die brug over te gaan, om toch die hulp te vragen. Maar ik voelde me gewoon eenzaam om, in die zin dat ik er eens graag uit wil. Ja, hulpvragen kan soms lastig zijn, maar voor mevrouw van der Hoek was het hartstikke waard. Ik vind het fantastisch. Ja, ik verheug me er gewoon op. Dan lekker nou eens koffie drinken en straks nog wat doen naar de bibliotheek of zo. Nou, dat is voor mij zoiets. Ja, dat is een tijd niet lang niet gebeurd. De hulplijn is er voor iedereen in Dordrecht die eenzaam is of hulp nodig heeft. Er kan zeker iets moois ontstaan als je net als mevrouw van der Hoek de stap neemt om te bellen. Ik denk dat het voor de hele Dordtse samenleving ontzettend mooi middel is om verbinding te krijgen. Ja, en ik zou bijna tegen iedereen zeggen, geef je op. De ene keer vraag je hulp en de andere keer geef je hulp, want dat kan allemaal.